er zijn in de loop van de tijden sinds de ontdekking van het wrak in 1985 zijn zo'n 6000 objecten naar boven gebracht. Nou, daar moet men wat mee, vonden de Amerikaanse maatschappij die de objecten in eigendom heeft. En 300 van die 6000 zijn hier beschikbaar gesteld. Ja, we staan hier bij een vitrine waarin parfumflesjes liggen. Dat zijn monsters die zijn meegenomen destijds in 1912 aan boord van de Titanic door meneer Adolf Saalfeld uit Manchester. Hij had een achtertas bij zich met 65 monsters erin. En uiteindelijk bij die ramp zijn die monsters naar beneden gezakt. En bij het openen bleek de lucht van de parfum nog steeds aanwezig te zijn. Wat natuurlijk heel bijzonder is na zoveel jaar. Ja, in deze vitrine zien we een hoofddeksel, een zogenaamde bakkersmuts. En ik vind het zo interessant omdat we naast die vele objecten die hier in de tentoonstelling te zien zijn over de Titanic van passagiers, ook objecten terugvinden die te maken hebben met de bemanningsleden aan boord van de Titanic. Deze heeft toebehoord aan meneer Hein, een van de vele bakkers aan boord van de Titanic. Toch interessant om te zien hoe gaaf deze muts na zoveel tientallen jaren op de zeebodem te hebben gelegen naar boven is gehaald. We'll be right back.